Ook vandaag komen er nog steeds hoevenlakers naar de muziekkoepel en worden er bloemen gelegd voor Romy. De muziekkoepel blijft voorlopig een ontmoetingsplek waar emoties gedeeld kunnen worden. Ik ben hier een keer of vier langsgekomen vandaag en elke keer staan er weer mensen. Toen dacht ik, ja, ga toch ook even een bloemetje leggen. Het maakt gewoon zoveel indruk. Het is gewoon verschrikkelijk eigenlijk. Gisteren stond het Van Aalsplein vol met hoevenlakers. Burgemeester Gerard Renkema hield een bewogen toespraak. Ik las dat Romy de perfecte dochter en vriendin was. Ze kreeg iedereen aan het lachen. Ze was het liefste meisje. Daarna volgde een indrukwekkende minuut stilte. Gevolgd door de lievelingsmuziek van Romy. Er waren tranen. Heel veel tranen. Stel je voor, je bent 14 en je staat vol in het leven en je krijgt te horen dit van een vriendin. Dan nog van een ander meisje niet ver hier vandaan. Je voelt je niet veilig. Je ziet de foto van je vriendin en je ziet zoveel mensen. En dat, ja, dan wil een traan wel komen. Ja. Wij hadden ook wel het idee dat heel veel mensen in Hoevelaken dit diep raakten. En dat die daarom hier graag aanwezig willen zijn. Het was mooi om te zien dat er zoveel mensen hier ook waren. Ja, gelukkig wel. Als de familie dat straks te horen krijgt, ik ga straks naar toe, zullen ze dat enorm fijn vinden dat gebeurd is. Het was ook direct van hun een volmondig ja toen wij vanochtend het verzoek neerlegden om dit vanavond te organiseren.